Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, weten de kinderen van basisschool Ichtus uit Horen wel. Vandaag liepen zij met behulp van een app op hun telefoon de historische speurtocht door de stad. Wat goed dat je ons komt helpen. Het is afschuwelijk. Onze ouders zijn net opgepakt door Duitse soldaten. Ze werden hier met geweer onder schot gehouden en in een vrachtwagen geduwd. Het is vandaag 7 februari 1945. Het is al 5 jaar oorlog. Niemand is meer veilig. De speurtocht gaat over het verhaal van de tweeling Frank en Anne, wiens ouders zijn opgepakt. Hier stond een vrachtwagen net. Misschien zijn mijn ouders hier ontsnapt of zullen de Duitsers ontdekt hebben dat het geen gewone winkel is, maar een verstopplek voor wel 30 onderduikers. Met de speurtocht leren ze Horen in de Tweede Wereldoorlog kennen. Hier is een steen en daar staan alle namen op van de overledenen in de oorlog die in Horen hebben gewoond. En volgens de kinderen moeten we de oorlogsslachtoffers nog lang blijven herdenken. Als je zou zeggen, we denken er niet meer aan. Dat je ook echt een heel belangrijk iets in Nederland en ook in Europa vergeet.